Ik ben Nick de Ruijk. Ik werk bij Firma de Kat als elektrotechnisch installateur. Eerst komen we bij de klant om te zien hoe of wat hij stopcontacten, schakelaars en al de rest wil dan op de plaats. Daarna wordt alles op de bureau uitgetekend en gedaan en krijgen we een plan terug mee op de werf. Wordt alles geslepen, gekapt, alles uitgehaald. Daarna worden de bakjes ingeplaatst voor daarna de leidingen allemaal te plaatsen richting de zekeringkast. Is deze in orde, achter de schap en de plakwerk wordt alles erop geplaatst. Dus ook de stopcontacten, schakelaars en noem maar zo verder op. De zekeringkast wordt geïnstalleerd. Daarna wordt alles getest of alles werkt op goede werking. Indien niet, wordt er een ploeg naartoe gestuurd om te zien waar of hoe het probleem is. 24 op 7 kan deze gebeld worden. Ik ben Stanny De Bruyne, elektrotechnisch installateur bij Firma De Kat. Ik heb 6 jaar elektriciteit gestudeerd aan het VT van Veune en 1 specialisatiejaar. Als je van school afgestudeerd bent, kan je beginnen als hulpelektricien bij een werkgever. En dan kan je groeien tot werfleider en dan tot projectleider. Dus domotica, dus verlichting, stopcontacten, coax, internet, fiber, wat ook te maken heeft met elektriciteit. Een normale werkweek is 40 uren, maar het kan gebeuren dat er soms wat overuren bij komen met dat je s'avonds je wagen moet legen en lossen en tanken en zo. De zekeringkast is eigenlijk het hartje van de elektriciteit. Dus als deze proper is en dat perfect loopt hoe het moet, zijn we content van ons werk. Ik ben nu 7 jaar bezig. Ik heb heel veel veranderen van de ledverlichting tot de domotica en de glasvezel en zo die opgekomen is. In ons beroep zit er heel veel evolutie, dus ja, dat is echt wel geestig voor die uitdaging aan te gaan. Ik vertrek morgens graag naar mijn werk. Het is altijd een nieuwe uitdaging, altijd een nieuwe plaats. Je leert veel bij, het blijft evolueren en je leert nieuwe mensen kennen.